Ons motto is kijken naar wat je nog wel allemaal kan. En dat is ook het motto van Studio Blijmakers. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor, voor alle mensen die hier zitten. En daarom zijn we hier hartstikke tevreden. Dit is Marion en haar man Ton den Boer. Een schipper in hart en nieren, wiens leven in 2014 compleet veranderde. Allereerst de vraag, waarom zit u hier? Omdat ik... Hoe heet dat? Ton heeft afasie. Hij komt niet goed uit zijn woorden, terwijl hij wel weet wat hij wilt zeggen. Ook heeft hij maar half zicht en is hij zo goed als eenzijdig verlamd. Dit alles door een... Ik weet niet zo hoe heet wat ik... Een herseninfarct. Ja, want u deed net dit zin, dit gebaar. Voor mij is dit... Dat betekent een herseninfarct, ja. Tijdens zijn werk op de duwboot op weg naar Urk ging het mis. Kunt u vertellen hoe dat ging die dag? Ja hoor, ik was met een boot van... Door de avonzie duurde gesprekken met Ton Langer. Ja, kijk, dat is ook het eerste, wat weet ik precies. Maar nou, doordat ik dit... Mm-hmm. Maar het was van... Ook kan hij ineens geëmotioneerd raken. Dat weet ik ook niet. En dat komt niet omdat ik iets vervelends zeg. Het zijn allemaal gevolgen van de herseninfarct 7 jaar geleden. Even denken hoor. Ja, nee. Van waar? Weet je, met die boot. Vlakbij... bij Urk. En toen zie ik... tenminste, weet ik niet. Toen weet ik zelf dat ik... grond... viel. Ja. En voor de rest wil ik niks. Vanaf dat moment is het eigenlijk een zwart... Ja, voor mij wel. Na veel revalidatie en andere thuis in Dordt... komt Ton nu 3 dagen naar de dagbesteding in Studio Blijmakers. Een initiatief van schrijfster Erika de Winter. Zij kreeg zelf in 2016 een herseninfarct. En door haar ervaringen onderscheidt deze plek op het Otto Diekplein zich. Wat deed u voor werk? Met bakken van... bakken van... Ja, hoe heet dat? Zwart verschuift naar... zo. Dan zo. Dus A, nee. En dit is een voorbeeld van hoe het eraan toe gaat in Studio Blijmakers. Wat doe je een pen? Nee, maar zo met zijn vinger op tafel. Ja, ik ken ook. Zo, dus... Duitsland. Nee. Dus wel zo. Nee. Ja, en dan... Drenthe, denk ik. Nee. En dan A. Cliënten maken een spelletje van hun gebreken. Drachten. Juist, daar was ze. Kijk. Maar dat doen wij dus hier de hele dag. Nou, bijna de hele dag. Zo mm-hmm. Spelletjes, ja. We komen er altijd. Ja. Maar dat was dus van... Moesten we... Een bak moesten we daar. En dan toen was ze... Halverwege Urk was ik pas... De schipper van toen is veranderd, maar wel in een creatieveling die nu schildert en mozaïekt. En u zit hier in Studio Blijmakers. Ja. Wat doet u hier? Hier doe ik... Wat is er bij u nog? Creatief hoor ik rechts inderdaad. Ja, nou. En, maar dus schilderen, dit bijvoorbeeld... die heb ik ook. Ja, die heb ik ook. Allemaal dat. Ja. Had u dat ooit gedacht om als schipper? Nee. Hoe bent u in aanraking gekomen om hiermee dan te experimenteren? Omdat je niet schipper kent niet, want je hebt natuurlijk 1 kant, zie je. Mm-hmm. Dus ja, dan moet je steeds thuis. Nou, dat is natuurlijk ook niet... Ja, maakt niet uit. Nee, maar voor haar is niks. En voor mij ook niet. Nee. Want wij hebben natuurlijk... Eerst hadden wij 2 weken woord. En dan 2. Met, mm-hmm. Ja, u deed 2 weken ja, werken. Ja. Precies. En dan was zij ook gewend. Mm-hmm. En nou was ik helemaal... Dat was wel wat anders.
Samen met zijn vrouw Marion wil Ton meer aandacht vragen voor mensen met een NAH, niet aangeboren hersenletsel. Zij worden namelijk vaak ten onrechte neergezet als niet goed bij hun hoofd of als dronkaards. Ook zijn de ervaringen van Ton in eerdere tehuizen dat het te weinig kennis was van een NAH. In Studio Blijmakers is dat anders. En hoe, maar hoe bent u dan in aanraking gekomen met die creativiteit? Had u verwacht dat u dat in zich had? De eerste was veel hout. Dat was ook leuk. Maar mensen was, tenminste vond ik niet. Dus ja, was natuurlijk niet... Die tweede had ik bij de andere. En dat was mensen wel. Maar, wat ik net zeg, de hoofd weet niet wat wij hebben. Is dat hier anders? Hier is zo. Ja? En dat komt omdat zij ook dit. Dus ze weet precies als ze mij... als ik bijvoorbeeld iets wil zeggen, dan weet ze precies van... Hé, je ken wel, maar even... Ja. Die anderen, die kijken zo van, wat heb jij? Nou, dat is... Zo. En wat betreft die gebaren, de belangrijkste ontbreken uiteraard niet. Ja, want jullie doen bijvoorbeeld net wat net gebeurde met het gebaren. Dat doen jullie eigenlijk een beetje heel de dag door, als jawel, ik het goed begreep. Want iedereen hier, net zoals zij, allemaal dit. Nou, ze weten allemaal wat ik... bedoeld van, als ik iets zeg, zonder mijn mond, maar gewoon met spreek of met, ja, dan weet ze precies, je bedoelt dit of dat. Dus zodoende is ook hier leuk. En ja. Want ik hoorde net bijvoorbeeld wel hele belangrijke gebaren van jullie, ja. Die essentieel zijn, zoals? Ja, natuurlijk, net zoals, kijk, dit voor mij, een broodje kroket. Juist. En dit is... Ja. Ja. Iedereen. Dat zijn essentiële dingen. En dit is... Kijk, ja. Krijg je die ook wel hier een beetje bij Studio Blijmakers? Vlakbij hier. Oké. Okay. Aanstaande zondag kunnen mensen een mini-tentoonstelling bezoeken. Hierin laat Ton zijn creativiteit zien... en geeft Marion de presentatie. Onder andere over de twee boeken die zij heeft geschreven over deze periode. En dan kunnen de mensen hier komen? Ja. Oké. Okay. Ja. Dus via kunstrondje Dort. Daar is Erika weer aangesloten. Dus het atelier is gewoon open. En iedereen is welkom van 12 tot 5 uur. Oké. Okay. Heb ik het goed? Ja, 5 uur. Ja. Oké. Okay. Ik geloof dat ik het heb.